Consulting Group, die 1999 die Unternehmensziele von Monsanto präsentierte, soll spätestens 2020 sämtliches Saatgut auf der Welt gentechnisch verändert und patentiert sein. Katastrophal sind halt die Konsequenzen für unsere Landwirtschaft. Gentechnik ist ein falsches Versprechen. Gentechnik vergiftet uns alle. Und deswegen stehen wir hier heute und wollen Gentechnik verbieten und keine Patente auf Leben haben. Die Menschen, die nicht gegen Monsanto auf die Straße gehen, das einmal vor ihren Kindern oder Enkeln, wenn die fragen, Oma, warum habt ihr zugelassen, dass unsere Welt zerstört wird? Genmanipulation heißt, dem lieben Gott ins Handwerk pfuschen. Viele hier sind Christen, Moslems, was auch immer. Jeder glaubt oder fast jeder glaubt an irgendeinen Gott oder an die Schöpfung der Natur. Und die Natur ist mit Sicherheit weiser als jeder Mensch. Welcher Mensch nimmt sich das Recht heraus, zu sagen, ich weiß es besser als die Natur? Das ist überheblich. Jeder Einzelne, der hier steht, möchte vielleicht irgendwann mal Mutter oder Vater sein oder ist es vielleicht schon. Viele von uns sind Eltern und erwarten Enkelkinder. Und wir haben die Verantwortung, die Pflicht, unseren Nachkommen eine heile Welt zu hinterlassen. Weil das, was jetzt passiert, dass der Natur ins Handwerk gepfuscht wird, das kann für unsere Enkel und für unsere Kinder nur schädlich sein. Dankeschön. Klasse gemacht. Ja. Hallo, dag lieve mensen allemaal. Hey, ik denk dat alle mensen hier wel weten hoe slecht Monsanto is en hoe slecht al die andere gifshit is. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we niet... Ik denk dat het heel belangrijk is dat we niet de negativiteit gaan herhalen, maar dat we juist gaan focussen op het positieve. Zoals wat die meneer net zei, dat het allemaal wat minder wordt. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we gewoon zeggen, voor de moestuinen, voor GMO-vrije groenten en alle zaden en weet ik het wat. En dat we dat gewoon blijven herhalen. Ja. Voor de moestuinen! Voor de moestuinen! Voor de moestuinen! Allemaal lokaal! Allemaal lokaal! Allemaal lokaal! Allemaal lokaal! Allemaal lokaal! Nou, wij zijn hier allemaal samen. En wij staan hier ook samen. En we moeten het allemaal samen doen. Dus samen voor de natuur zorgen. En dus niet voor grote gifbedrijven. Zullen we het doen voor de moestuin? Voor de moestuin! Allemaal samen voor de moestuin! Lokaal! Voor de moestuin! Voor de moestuin!
met deze stop, zeg ik dan. Oké. Okay. Probeer je mee, mensen? Ja, hoor. Ja, hoor. No! No! Say no to Monsanto! Let's go! And make some noise! Niet zo snel. Round up there, destroying nature everywhere. Oh, Monsanto has come. No, 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 GMO! No, no, GMO! Yeah.
Vernietigen. Het kan anders. Voor het probleem van de sojateelt is er een oplossing. En die ligt dichterbij dan je denkt. Namelijk door minder dierlijke eiwitten te consumeren. Door minder vlees, zuivel en eieren hebben we minder varkens, kippen en koeien nodig. En hebben we minder veevoer nodig. Bonen, erwten, lupine en zelfs soja, we kunnen het heel goed hier verbouwen. Ons eigen veevoer zonder Monsanto en zonder GMO. Laten we stoppen met de massale import van soja. En daarmee stoppen we de ontbossing. Allemaal lokaal! Maar wat gebeurt er? Er is een grote groep, een groeiende beweging gaande die laat zien dat het anders kan. Maar er is nog wel een stokje te steken voor het TTIP-verdrag. Wat is TTIP? TTIP is het handelsverdrag tussen Europa en Amerika. Hiermee wil Europa en Amerika willen ze de handelsbelemmeringen afbreken.
Daarmee worden principes van eerlijke handel overboord gegooid en ingeruild voor principes van zo goedkoop mogelijk en hoe meer hoe beter. Dit handelsverdrag stimuleert grootschalige industriële landbouw, waarvan de prijs betaald wordt door mensen, dieren en milieu. TTIP geeft bedrijven meer macht. Bedrijven worden de baas van de overheid. Bedrijven worden de baas van de rechter. En ze worden de baas over mensen, over ons. TTIP tast onze democratie aan. En dat willen we niet. Een beter milieu en een eerlijke wereld eindigt met TTIP. Ik zeg nee tegen TTIP. Milieudefensie zegt nee tegen TTIP. En wat zeggen jullie tegen TTIP? Nee! Tot slot, een eerlijke wereld met voldoende voedsel voor ons allemaal is mogelijk. Het is een kwestie van kiezen, anders kiezen. Daarvoor is het hard nodig om te laten zien dat we het zat zijn en dat we het anders willen. Daarom is het zo belangrijk dat we hier vandaag met z'n allen staan. Met een heldere boodschap, nee tegen Monsanto en nee tegen TTIP. Nee! No, no, GMO! No, no, GMO!